hebben Joris Arin Ruiter gehad. We hebben H.M. Verandwijk gehad. En vandaag zijn we bij verzetsheld nummer 3, Hanni Schaft. Voordat we deze fraaie tussenwoning betreden, wilde ik het volgende nog even uitlichten. Alle kozijnen, los van de voordeur, zijn voorzien van kunststof kozijnen met een houtnerfstructuur. In deze kozijnen zit trippelglas en horen. Welkom bij Hanni Schaftstraat nummer 7. Een goed onderhouden tussenwoning op loopafstand van winkelcentrum Mercado. We kunnen vanuit de hal zo de woonkamer betreden. Deze doorzonde woonkamer heeft een overvloed aan licht. En fun fact, staat vol met zelfgemaakte meubelen. En vanuit de woonkamer betreden we zo de keuken. En dan nemen we even een appeltje van oranje voor de dorst. Want we komen deze goed onderhouden keuken in. De keuken zit er strak in en is voorzien van diverse apparatuur. Op naar boven. Deze deur doet het niet. Ik zal gelijk even laten zien waarom. Want les is niet altijd mooi. Voorheen waren dit twee ruime kamers, maar er is nu één lel van een slaapkamer van gemaakt. Voorzien van 6 ruime inbouwkasten. En dan komen we zo de badkamer in. Deze badkamer is van alle gemakken voorzien. Denk aan een wastafel, een hangend toilet en een douche met ruimtebesparende douchschermen. Slaapkamers op de eerste verdieping hebben we boven nog de mogelijkheid voor een derde slaapkamer, momenteel in gebruik als hobbyruimte. Het leuke is aan deze kamer, los van dat die voorzien is van een dakkapel en heerlijk ruim is, is dat dit de geboorteplaats is van al het meubilair in huis. Meneer maakte namelijk alles zelf, waaronder de binnendeur bij de woonkamer. Zo, wat een zon. Momentje hoor. Zo'n zonnescherm is wel nodig, want deze achtertuin is ontzettend zonnig. Wat we hier ook treffen, is de ruime berging. En we kunnen zo door de diepe tuin de steeg betreden. Het is niet verplicht, maar wel heel handig. De huidige eigenaar huurt op het moment een garage. Nou goed, deze garage is of op te zeggen, of door te huren, of te koop. Hanni Schaft schoot ook altijd raak. Dus dit huis mag u niet missen. Tot snel!